Het blijkt dat de vrijwilliger een enorm maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. En dat is een kapitaal waar we met z'n allen niet alleen trots op moeten zijn, maar vooral ook heel zuinig. En daarom is het een hele goede gewoonte dat wij hier in Nuenen één keer per jaar de vrijwilliger van het jaar kiezen. Daarmee zetten we die ene persoon, maar in die ene persoon al die andere mensen een keer in het zonnetje. En ik denk dat, ook al gaat het met Nuenen misschien nu wat minder goed, het is een traditie die we toch vooral in stand moeten houden. De vrijwilliger is, zo zou je kunnen zeggen, het cement in de samenleving. Dankzij dat vrijwillige werk blijft het bouwwerk, wat we samenleving noemen, in stand. Ik wil daarom, voordat we de vrijwilliger van 2012 gaan kiezen, beginnen om namens het gemeentebestuur alle vrijwilligers, iedereen in Nuenen die op enigerlei wijze een bijdrage levert, een vrijwillige bijdrage levert aan de kwaliteit van onze samenleving, daarvoor heel hartelijk bedanken. Gaat u vooral daarmee door, want Nuenen heeft vrijwilligers nodig. Nu naar de vrijwilliger van het jaar 2012. U weet dat de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor mensen voor wie het moeilijk is om zich zonder hulp staande te houden in de samenleving. En met de toenemende vergrijzing is dat ook een steeds groeiende groep in ons dorp. Het zijn vaak mensen die vanwege hun leeftijd alleenstaand zijn. En dan zijn beperkingen van lichamelijke of geestelijke aard risico's voor vereenzaming en voor isolement. Want wie let er dan op je? De vrijwilliger van het jaar 2012 is mevrouw Richarda Silvis. En dan kunt u met applaus haar, uw waardering voor haar activiteiten laten horen. Ze zit in Marokko, maar met de telefoonverbinding is het allemaal heel goed te doen. En in die tussentijd gaan we kijken naar een film die door het Bond gemaakt is over het huiskamerproject. Zodat u allemaal een beeld hebt van wat daar gebeurt voor de ouder wordende Nuenenaar. Al bij al is het een project waarin we proberen om mensen zo lang mogelijk thuis zelfstandig te laten wonen. Want dat is de opdracht die we met z'n allen toch hebben. Niet naar het verpleeghuis, maar zo lang mogelijk in je eigen omgeving. Op maandagochtend en op woensdagochtend zijn die activiteiten in de Goudvinkhof. En wellicht dat het voor u aardig is om zo af en toe ook daar eens te gaan kijken, mocht u geïnteresseerd zijn.